Yo kijkers, welkom bij een nieuwe Fortnite video. We gaan hier Fortnite spelen. En ik ben Stizon geweest vanochtend. Lekker gespeeld, dus voorwaarts stond hij aan. En toen speelde ik en ineens gebeurde dus. De laatste persoon, ik killde één iemand. Toen maakte ik knock-out. En toen ineens wilde ik hem doodschieten. En ineens, boom, victory royale! We hebben niks gekregen, omdat we dus die al een keer Victory Royale gehaald. En toen deze trio gekregen ook. En ja, dus ja. Maar we hebben dus nu een Victory Royale erbij. Al drie Victory Royales. 50 vs 50, twee keer squad, één keer squad en één keer een steelstone. Nu alleen nog een solo en duo. En ja, blekerend heb ik er veel van. Nou, we gaan lekker beginnen. 50 vs 50. We gaan de Ziekenboeg spelen. Dat hij aan die titel gaat zien. Ziekenboeg. Ik heb wel zin in de Ziekenboeg. Vorige Fortnite video was dus een beetje, ik wist niet wat ik moest doen. Maar nu weet ik wel, we gaan lekker even de Ziekenboeg doen. Met lekker geluid aan. Dus, en natuurlijk één wapen hebben. We gaan dus proberen naar een Paradise Palms te gaan of naar een andere. We hebben een winkelkarton, een ambulance, doe een duimpje en abonneer op mijn kanaal hieronder. En dan gaan we de ambulance regelen. Ja, de ambulance. Nou ja zeg, ik wil deze zo graag hebben, de driftkin. Meest in the middle, gear up, and enemy territorial. Make it to the noise and alert. Ja. Ik kan echt geen goed Engels. Maar hebben jullie de zin in? Wij zijn... Oh, wat? Jongens, ik lief even deze match. Want we kwamen ineens in deze match. En we waren gelijk aan het einde van het vliegtuig. Dit wilde ik niet. Ik wilde precies wat ze die hadden. Deze match was niet zo goed. Ik wilde namelijk bij het begin eruit. Want daar was die. Nu moet ik weer helemaal wachten. Jongen, zomaar. Ik wil namelijk in het begin gelijk van de match gewoon gelijk eruit springen, maar het duurde zo lang. En ineens zei die gordijn me uit de bus toen ik er al was. Ik keek op de map en ik dacht, En ineens werd ik eruit gegooid. Dat is gewoon niet eerlijk. Ik had eerst kans om te kiezen waar ik heen wilde. Want dan krijgen mensen alle loot al en dan heb ik niks. Kijk, nu laat hij sneller. Als ik nu even in één keer in de bus zit en niet er gelijk uitspring... Oké. Nee, zei we dat? Hebben we deze links? Waar is deze links? Ik zie deze links niet. Jullie denken echt dat ik blind ben, hè? Hier, nou. Waarom nog? Tilt het trouwens dan maar, jongens. Dan moeten we maar naar tilt het. Voor loot ook, maar... Tegenstop. Je moet helemaal daarheen eigenlijk. Deelt het gaan best weinig mensen in altijd. Ja, weinig. Ja, ik ben er ook allemaal uitgesprongen. Ik ga ook naar deelt het. Ik hoop dat daar ik snel al balance. Met dat balance ga ik naar momenten redden. Die ver zijn. Ik denk dat ik niet de Trump Tower ga pakken, kleine. Ik denk dat ik de kleine ga pakken. Gaat iemand voor die? Ja. Ik ga denk voor deze. Of als niemand ervoor duidelijk gaat. Gaat hier niemand heen? Nee. Vast niet. Oh wel. Dan pak ik dit huis. Dit heeft een mini. Ja. Dit heeft een mini. Oh. Oké, pumpie. Pumpie is wel handig. Ik ga zelf op snel mini. De pump ga ik niet gebruiken, jongens.
Sorry, vader is even een emmer aan het vullen. Water. Maar we gaan geen pumpje gebruiken. Ik heb wel ammo nodig. Van mijn mannen. De mannen ammo te geven. Hoi. Ja goed, neem die pump mee voor het slagveld. Ah, ik zie geen bloed. Nee, we hebben geen bloed. We hebben één mini nog. Die kunnen we gebruiken. We moeten zelf wel onszelf ook healen. Kunnen healen. Hout. Materialen zijn handig. Ik heb dit idee van Harm gestolen als het goed is. En Harm zei, materialen zijn handig. En ik zie hier heel veel hout. Oké, dat even allemaal meenemen. Dit is super handig, want ja, wij hebben materialen nodig. En we hebben medkits nodig en zo. Er zijn zoveel mensen hier binnen. Even deze openen. Nee, ik heb even echt wat hout en zo nodig ook. Oké, hout. Dan haak ik dit even weg. Want ja, resources zijn wel handig in deze game. In Zambalanta. Nou, loot is hier echt niet goed. Ik heb echt geen goede loot. Ik zit nu in die Trump Tower. Ik denk dat dit allemaal geloot is. Iemand heeft een portefeuille neergezet, maar... Zo hier geloot. Ik denk het wel. Nou, dit is dan mijn wapen. Een pistool. Daarmee kan ik me wel verdedigen. Met de pistool kan ik me wel verdedigen. Pistool zou wel handig zijn om mezelf te kunnen verdedigen als ambulance. Heb je wel een wapen nodig? Oh. Oh ja, we hebben een kachtje. We moeten gaan, we hebben een kachtje. We hebben iets. Ik heb bijna geen AP ook echt meer. Als ambulance kost spullen nodig. Ik heb niks. Ik heb een pistool en een mini nog. Daar wil ik ook mensen voor hier helpen. Ik kom er net niet bij. Ja, ik in de hoek zie ik ook. Zie ik ook wat er allemaal is. Gebeurt. Knockout, oké. Deze strutjes, we krijgen maar... Nee, ga niet mee. Er is iemand nog uit. En er is iemand weg. Zo. Go! Oh, heeft oma gedaan. Oké, weer 3 minis. Nice. Hier zit de kist namelijk. Vind ik hierheen. Oké, een grenade launcher. En met... Even dit gebruiken. Weer de grenade launcher. Nice. Daarmee kunnen... Oké, er is iemand knock-out. Nog een... Het slagveld. Ja, anders was er geen plek meer. Ja, maar dan kun je toch ook gewoon daar zitten? Of aan de kleine... Oké, jongens. We hebben daar een knock-out iemand. Hij is wel een 3-5 worden. Maar ik ben er wel gestudeerd voor. Maar we hebben met... Oeh ja, we moeten naar hem toe.
Er ligt iets gouds. We kunnen het gebruiken. Wow, minigun. Die minigun hoef ik niet hoor. Wij als ambulance hebben geen minigun nodig. Oké, die heeft een... Hey! Ik ga helpen. Oké, go. Goed zo. Ik heb iemand gespot. Pak de grenade launcher en schiet. Steun me. Snel, inneem me. Er wordt hier zwaar gevochten, het is een slagveld. Reload de wapens. Oké. Reload. Oké, de pistool. Go for it. Oké, hier is nog wat. Nou. Oké, dank hè. Skarretje. Moet niet aan het opletten. Snel skarretje, snel even. Oké, we hebben een skarretje. Hier. De grenade launcher. Pak hem. Je pakt de grenade launcher, gozer. Hij pakt niet de grenade launcher, wat een... Oh, die minis neem ik maar. De minis van mij. Als ambulance moet ik wel goed uitzicht hebben. Als mensen... We moeten wel weten als er iemand nog koud is. Ik zie niemand als nog aanhoudt. We schieten wel ze vol goed. Oh, een appel. Die appel neem ik mee. Dan heb ik weer wat HP. Zelf moet ik ook... Goed, laten zijn. Er is iemand nog uit. Waar? Waar? Ik zie niet. Daar op de bij de berg. Go. Ik zal gevochten worden. Er wordt zwaar gevochten. Zo'n lunch moet ik om, als zieke bocht moet ik er wel baas staan. Ik neem voor de zekerheid de grenade launcher mee. We kunnen die in elk geval gebruiken. Er wordt zwaar gevochten. Hij wordt nog steeds niet gerevived. Deze neem ik mee. Hij is nog steeds... Daar ligt hij. Er zijn twee mannen, hou dan. Ik ga naar dezegene toe. Hij is al bijna... En hij is doodgemaakt. Ik moet... Oh, ze snijpen ze allemaal dood. Er wordt hier zwaar gevochten. Er zijn hier ook allemaal mensen. De man down. Snel de rocket omhoog. Er is iemand van hun aan. Die is dood. Oké, eentje aan. Eentje dood. Oké. Rustig maar, alles komt goed. Ja, alles komt goed. Ik revive jullie allemaal. De ambulance is er voor jullie. De zieke boeg is voor jullie. Hier. Neem een shieldpaard. Nou, dan maar niet. Niet neemt. Snel, de skarretje pakken.
Shoot, neem ik lekker mee. Een medkitje. Wij nemen wel die medkitje mee. En de rocket allemaal natuurlijk. Nee, we hebben de twee medkits. Kan wel handig zijn. En deze nemen we mee natuurlijk. En de klaver. Daar is dus voor gevochten. Veel geschoten. We zijn nog met 4 man. De hulpverlener is er. Zo. 10 minis minimaal. Die hebben we wel sterk. Het wordt hier voor gevochten als het goed is. Dus er zijn nog 3 man daar. Of best wel man dood. De hulp is er. De hulpverlener is er. Er wordt hier veel gebouwd, veel geschoten. Ik weet niet waar er wordt geschoten, maar we gaan hierheen. Daar is de medkit. De medkit wilde ik meenemen. Sorry. Snel de minis. Snel een medkitje pakken, terwijl al die minis. Ik ga hier niet omhoog. Ik moet helpen. Ik moet steunen in dit gevecht. Er zijn nog 2 andere mensen. Dan zie je 1 iemand down. Deze ga ik reviven. Het is mijn taak. Het is mijn taak. Om iedereen te helpen. Nog 1 ander iemand. 1 tegenpartijman. Ik heb 1 iemand gereviveerd. Hier. Ik moet wel mijn taak doen. Hier had ik geluk. Hier moeten we in. Dan zat hij. Ik ren naar de cirkel. Ik dacht dat dit de tegenpartij was. Kom naar beneden. Oh, we hebben hem. We hebben gehaald. Skartje natuurlijk. We hebben een skartje. Die durft te lopen. We gaan achter nog een partij doen. Maar we hebben gewonnen. We hebben de slagval gewonnen. Veel mannen zijn gesneuveld. Heel veel. Maar we hebben veel. 3 man. 3 man gerevived. 3 man geholpen. We moeten steunen elkaar. Dus we gaan nog meer mensen steunen. We zijn tier 12. Kan ik ook een... We kunnen deze krijgen. De leuke herks. We zijn tier 12. We moeten de mensheid helpen. Door het oorlogsslagveld. Als we nu even die kant hebben, dan kunnen we ook echt oorlogs. Echt gaan hier items hebben. Oké, hij is aan het laden. Hopelijk hebben we die kant. Dan kunnen we hier doen. Dan kunnen we eindelijk die kolfkar hebben. Ik bedoel de ambulance. Wij hebben. Oh nee. Wij zijn blauw toch? Ja, wij zijn blauw. Lazy links hebben wij, jongens. We hebben lazy links. Nice. Daar kan ook een kol. Oké. Eerst de loon. Dan bij het zwembad. Dan de golfkar pakken. En dan een golfkartje, Yuki. Wij moeten de golfkar op gaan ze harder. Wij moeten de mensen steunen. Ik zie nog geen golfkar.
Misschien nog een golf hoor. Ik pak dit kleine vier. Voor de meskeertjes en de minis. Je hoort ze nog wel te zien en zo. Metke die wij hebben geen. Nee! Ik drop de medkit. Maar we moeten dat andere droppen. We moeten die droppen helaas. Maar we hebben deze. We hebben wapen nodig om ons te verdedigen. We hebben niet genoeg aan dit. Iemand drinkt daar minis. Hij heeft een sniper. Hij heeft minis gedronken, dat mag niet. Niet goed voor je. Neem één wapen mee en dat is dit wapentje. Is goed wapentje. Kijken of wij... We hebben alleen nog wat ik... Medkits en zo nodig. Wil wat je goede dingen om ons te kunnen... Hallo, waarom zit hier daar twee noodskinnen? Jullie hebben mijn hulp nodig, hè? Ja. Twee chucks. Twee chucks, jongen. Goed. Nee, twee chunkertjes. Allemaal altijd meenemen, altijd handig. Hij heeft dat al gegooid. Dat was zonde, goos. Heb je een ambulance nodig? Oh, een kist. Misschien zit er nog een chunkbunker. Twee chunkbunkers. Daarmee kunnen we het gewoon. Met kids. We hebben geen goede loop, maar we hebben wel. Cyber golfkart. Nu nee, heeft de golfkart. Oh, hij heeft een golfkart, joh. Hij heeft onze ambulance gepakt. Misschien is hij ook een ambulance. Misschien is hij ook een team. Ik moet ook gaan. Er zijn veel tegenwoordig nog over. Dat mag nu. Hoe minder. Wij moeten winnen met de strijd. Nu op zoek naar het golfkartje. Snel op zoek naar het golfkartje. Op zoek naar het golfkartje. Ik bedoel onze ambulance. Snel op zoek naar de ambulance. Ga nu naar het rode. Ze zien de storm niet aankomen. We hebben nu geen ambulance, dus nu kunnen we niet hun redden. We kunnen ons alleen onszelf redden. Oké, even snel dit weghakken, want ja, we moeten die kist hebben. We hebben twee medkits. Oké, we kunnen gaan. Er is er iemand daar dood. Er zijn veel mensen dood. Maar de mensen hier.
De mensen die ze zien, kunnen we niet meer redden. Want we hebben geen ambulance. Er zijn ook heel veel mensen. We hebben best een ambulance nodig. En één iemand erin met een ambulance van hoor. Dus wij moeten een stuk gaan lopen. Zonder ambulance moeten wij de strijd naar de strijd toe. Zonder verdediging, waar moeten we mee heen? Doe maar naar de deur heen. Ha, dat is een eindstuk. Onderweg moet ik gewoon aan. Kerst looten. Nou, nog 4 minuten tijd. En deze links gaat eraan. Snoepje zo gaat er ook al weg. Gaan we ook al weg. Er is iemand daar zo in de boot. Er is iemand daar in de boot. Hij weet niet wanneer de zon komt. Ik heb de map in de gaten, hou ik. Ik heb de map in de gaten. Nee. Neem die chunkbunker mee. Word je gelijk in één keer beter. Chunkbunker, word je gelijk in één keer beter. Die gaan we gewoon meenemen. Laten we niet achter huis. Laten we niet achter huis. Dus ik neem hem gewoon mee. Gewoon even een klein potje met erin kunnen weggaan. Nee, dat zal ik zomaar loot erop naar beneden vallen. Ik zie de 5. Ik zie de 6. De strijd is al begonnen. Ik zie al veel oorlog. Oh, er zijn nog 4 meer mensen hebben. Ik ga zelf ook vechten, maar dan met een pistool. Oh, er is iemand knock-out door een sniper. En er is iemand knock-out door een rifle. Er gaan veel mensen dood. Maar dat doen wij hopelijk. Nou. Ik ben aan het rennen als een gek. Met de mutjes. Nee. Moet door tilt het heen. Ik wil er langs. Gaan we ook. Tilt is hier om de hoek. Oké. Ik zie hier een kamer. Waar ik nog wat allemaal heb voor de pistool die ik heb. En op het einde, als het echt nodig is, geef ik mijn wapen aan de... aan de mensen die vechten voor ons. Die mogen dan mijn wapen hebben. En dan allemaal ervoor. En dan gaan hun straarden. Dan mogen ze ons niet. Ik geef hen wel de chunkbunker. En dan ga ik vol binnen in mijn eentje. Met het wapen en dan geef ik hun gewoon alleen al de medkits, de chuk-chukkers en de 15 meds. En 15 dingen. Is de tieren betalen voor ze van ons. Dat zien we als we kunnen, we kunnen dat doen, dus hij is van ons team. Een hevige strijd, er zijn nog zo, oh, het is een aardige strijd. Mensen links links zijn ze nog, oh, er is iemand die bij Loot Lake doen. Nee. Iemand bij Loot Lake gaat het niet meer halen. We kunnen hem niet meer redden. Waar is die? Waar is die? De map bij daar helemaal. Daar, ik zie dat. Oh, dat is zonde zeg. Dat is zonde. Maar ik ga door. Ik moet zelf de strenje opgeven en de storm komt er al aan. Ik moet gaan lopen naar de hele grote groep daar. We zijn er al bijna. Ik zie daar ook iemand daar. 2 mensen down en iemand wordt al gerevived. Andere niet. Even strijd. Ik zie Toerman down. Er wordt hier ook geschoten heen. Er worden hier grenadelantjes gebruikt ook. Er wordt iemand gezegd. Een tegenpartij, tegenstander. We zien een tegenstander. Hij moet dood. De tegenstander moet dood. Ik ben gekild. Nee, ik heb mijn werk niet goed gedaan. Mijn werk is niet goed gelukt. Hij heeft me gepakt uit de toren. Met een skartje.
Nee, dit is mijn teammate. Oh nee. Er is nog maar... Nee, we gaan dit weer winnen. Jongens. Helaas. Mijn taak als ambulancer niet gelukt. Eén keer gelukt. Tweede keer volle strijd, vol belag. En ik ben neergehaald. Ik was op pad, ik zag iemand, ik had hem al eerder moeten neerschieten. En toen kwam er iemand. Nou, wil ik jullie bedanken voor het kijken. Ik wil volgende keer wel een betere ambulance zijn. En dan zie ik jullie tot de volgende keer. Peace.